Yo, what's up mensen, Niehoek hier. En we zijn weer terug op Amnesia. Oké, we zijn dus weer terug. En dit keer met een custom story. Het heet La Casa. La Casa, Español. La 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 la. Scientist receives a letter from her. Oké, ik heb dus nog nooit een custom story gespeeld. Dus het is de eerste keer voor mij. Geen idee waar het over gaat en zo. We gaan het maar gewoon even bekijken. Deze stond aangeschreven als een van de betere custom stories. Dus hier gaan we kijken. I hope this letter finds you well, as I have exciting news I must share with you. Last night, while I was kicking my feet up at the pub, I was approached by a well-dressed man. His hair was greased back and his suit was quite snazzy. Oké, gewoon een dikke mooi boy. Ja, ik ga het gewoon niet lezen, joh. Wat. Beware when standing in darkness. Oké. Geen ster. Fuck op. Tinderbox. Ja, ik verwacht gewoon dat het een beetje. Hier, wacht, hier ligt ook nog iets. We gaan maar gewoon. Nee. Oké, want ik heb dus ook geen idee waar we zijn en waar het zich afspeelt. Het lijkt wel hier een bos. Oh shit. Oké, we zitten dus half stoned hier zo. Bij een kampvuurtje zit hierin. Ah, speelt. Lantern, oké, we hebben in ieder geval een lantern. Waar de fuck zijn we? Zo. Geen idee wat dat was. Het klonk niet als het monster in ieder geval. Sowieso niet, het klonk als een of andere verkrachte. Luipaard of zo, ik weet niet wat het was. Maakt verder ook allemaal niet uit. We zijn in ieder geval hier in de bossen beland. En waar ik heen moet is me nog steeds een raadsel. We gaan gewoon onze lul achterna lopen richting het witte gedeelte. If you know what I mean. Nee, oké. Even serieus. Waarom vind ik alleen maar nieuwe gebieden en vind ik geen enkele aanwijzing of iets? Ook geen. Dat weet ik. Hé, hey, wat is hier? Tempel. One punch. Het zal ook nog een keer makkelijk gemaakt worden. Research in Brief 34, Dr. G. Friesman. It's been a week since we arrived at the site. Our contractor, a Mr. Blue, seems to have forgotten to mention that this research outpost. Ik heb allemaal geen zin erin. Ik moet nog lezen, maar er is nog steeds geen aanwijzing waar we heen moeten. Ik loop een beetje door de bos heen te klooien. Holy shit, fuck, 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 fuck. Hey, daar ging de tempel in. Jezus. Holy shit. Ik heb dat toch eens gedaan. Dus ik denk dat hij nu wel open is. Ja, oké, we zijn dus nu in de tempel, in de achteruitgang. En wat ons hier te wachten staat, weet ik niet. Het monster is hier dus ook. Dat weet ik wel. Die zagen we er net naar binnen gaan. Of nou, dat zagen we niet, maar dat hoorden we. En ik ga mijn lampje uitzetten. Er stopt iets in en ik kan niet meer terug. En ik zit nu helemaal onder de plak en ik kan niet meer weg. Ik
ik een heel groot diep gat. En even kijken wat er allemaal is. Hier zie ik water stromen. En er komt iemand online. Wacht. Hey, een crowbar. Research entry 88. Dr. G. Friesman. The team was right. Sounds were a warning and we did not hit it. We just set up after reaching a rich source of cyanide when Birmingham... Nee, dat intercept eigenlijk allemaal niet. Nou, ik heb in ieder geval een crowbar. Daar kan ik dus een deur mee openmaken als het goed is. Ik zit volgens mij een beetje laag in olie, als ik zo doorga. The door is blocked by weak planks of wood, maybe I can find something to pry them off. Zo. Oké, we gaan nu naar beneden toe. Kijken wat hier te wachten staat. Ik heb trouwens ook geen flauw idee hoe lang deze custom story duurt en hoeveel episodes het gaat duren. Dat gaan we gewoon allemaal zien. Ik ga dit gewoon weer dagelijks, of nee, niet dagelijks, om de paar dagen ga ik uploaden. Ik ben ook nog bezig met Penumbra, maar ik heb een beetje problemen met renderen. Want steeds als ik hem wil renderen, dan hij blijft hangen een bepaald percentage. En dat heb ik nu al 3 à 4 keer gehad, dus ik dacht van ja, fuck it. Maar ik ga het gewoon even proberen van de week. Dan hoop ik het zo snel mogelijk online te hebben. Want ik wil natuurlijk wel weten hoe het afloopt. Oh shit. Hoe het verhaal afloopt van Penumbra Overture. En we hebben natuurlijk ook nog Penumbra Black Plague in de aanbieding. Met het uitbreidingspakket Requiem. Dus voorlopig zetten we ook nog maar het Penumbra even goed. En dan deze custom stories ernaast. Het wordt gewoon helemaal geweldig. Ik vind het heel leuk om te doen. En natuurlijk nog Condemned Criminal Origins op Instead Games. Dus ja, dat zijn een beetje mijn plannen op dit moment en ik word nu weer een beetje... Dat was niet goed. Yo, Sepp. Yo, ik ben Karel. Ik kijk vooruit, kijk vooruit. Je moet opletten. Maar een beetje bij de les blijven. Oh, in dit more complex tool. Hey, Karel! Gedraag je. 3. Oh. Sorry. Kijk vooruit. Hey, was die deur net ook al open? Karel, onze wegen scheiden hier. Oké, we zijn nu met de waterworks. Oh, lekker nat worden. Ja jongens. Ja. Even een douche, altijd lekker natuurlijk. Geen flauw idee wat je moet doen. En we hebben weer een aantekening. We moeten even een hendel vinden. Even kijken. Hendel is zoek. Ik denk alleen niet dat we dat dan hebben. Ik denk eerst dat we de andere lever moeten vinden. De andere hen. Aan de andere hen op. Waar zijn al die fucking deuren dicht? Lever, oké.
goed, we hebben dus een hendeltje gevonden. Die gaan we er nu eventjes op zetten. Schrik me de kleren. Ik denk dat ik ze allemaal aan moet zetten. Dat is een voorgevoel van mij. En ik weet dat mijn gevoel niet altijd klopt. Dus verwacht niet veel. Ik kan het alleen maar meevallen. Kijk, dat waren drie hendels. Geen idee wat er nu open is. Ik denk even les te doen. Ik denk dat het goed voor was. Het zal een reden hebben. Kunnen we er omhoog? Wacht, is er een hendel? Zie ik niet. We gaan de deur eventjes blokken. Zit er nog een hendel? Zeker nu gewoon een beetje mijn tijd te verspillen met niks. Nou, nu zit het helemaal dicht, dus het zal wel goed zijn. Denk ik zo. Oeh, mijn hersenen moeten nadenken en mijn hersenen zijn niet goed in nadenken. Nou, we gaan niet meer gewoon even weg, anders ook niet. Even kijken, wat hebben we hier allemaal in de aanbieding? We hebben een paar tandwielen en een paar kutjes en een paar... Oh. Oké, we gaan hier lekker naar beneden toe. Geen idee waar we uit gaan komen. Het zal niet al te gezellig gaan worden. Ik denk niet... hier een gezellig kopje thee kunnen drinken. Laten we maar even zien. Plus. Ja, nou. Ik zat nog een bepaalde deur dicht. En ik dacht nog zo van het geluid af te zijn, hè. En toen kom ik weer met mijn leuk idee om custom stories te gaan spelen. En nu zit ik weer aan deze ellende. Maar goed, ik vind het wel leuk om te doen, dus eigenlijk maakt het me om niet zoveel uit. Het geeft mij gewoon een bepaalde, ja, plezier om te gaan schrikken en zo. Ik weet niet. Misschien ben ik wel een beetje emo. Qua horror. Oké, ik laat nu een beetje stap te doen. Een hamer. Waar zou een hamer voor nodig kunnen hebben? Laat er een bepaalde deur dicht. Zit hier nog een deur? Oei, wacht. Dat is hier toch eigenlijk niet. Een deur die niet open kon, of was ik nog gek? Oké, we gaan moeten terug naar de dining room. We zijn hier wel weer klaar. Dining hall, sorry. Ja. Ik wil trouwens ook alweer Call of Duty video's gaan uploaden. En het gaat even niet zo lekker op dit moment met Call of Duty. En zoals jullie weten was het afgelopen week echt heerlijk weer. Dus ik ben heel veel buiten geweest. Ik heb niet zo heel veel tijd aan Call of Duty besteed. Heel koud. En ik denk dat jullie het wel begrijpen. Kut, Karel, help me dan.
ja, wat moet ik zeggen? En wat moet ik doen? Dat is nog belangrijker, denk ik. We moeten ergens heen. Ik neem aan met de hamer. Want ja, ik zou niet weten wel anders. Maar ja, aangezien je een hamer voor heel veel dingen kan gebruiken, ben ik nog even aan het bedenken wat ik ermee ga doen. Goed, ik denk dat ik ermee ga stoppen vandaag. Ik ga nog heel veel eerder. Laat maar. Laat maar, jongens, laat maar. Stop maar. Vandaan, kutzooi. Ik mis mijn kareltje gewoon. Ja, ik kan niet ergens naar beneden. Ja, dat kan wel, maar ik denk niet dat ik een sprong overleef. Oké, maar we gaan de volgende keer dus verder. Ik zit hier ja, een hoekje gedreven. Ik heb een hamer bij de hand, ik heb olie bij de hand, ik heb nog allemaal zooi. Ik heb mijn lantaarntje, maar we zien jullie gasten de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ja, dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij La Casa, episode 2. You with love. Oké, later.